Je hebt een date met een boer. Ja, dat hoort er ook bij. Het gaat erom dat je hoort van de mensen waar het om gaat. En ik denk dat het goed is dat wij als Kamerleden vaker op werkbezoek gaan. Een date is leuk. We gaan naar de boer toe en we horen van hem persoonlijk wat er precies aan de hand is. Dit is een locatie van 30 hectare. In totaal hebben we 125. 30 hectare is 30.000 vierkante meter. Ja. Andere hectares liggen meer in het centrum van de polder. Ja, en dan zijn de bedrijfsgebouwen ook wat groter. Ja. Maar we kunnen wel even. En dit is van als ik het gebouw zie, van vader naar zoon? Of ja. Ja, hoeveel generaties is dat? Ik ben de tweede generatie en mijn zoon, die is 30, dat is de derde generatie, zit er ook al de helft in. Okay. We gaan even in de schuur, hier zitten aardappelen in. En dit is van die 30.000 vierkante meter? Ja, en daar een gedeelte van. Okay. Ik heb wel 30 hectare aardappels, ja. Maar op deze boerderij heb ik 9 hectare aardappels en op de andere 21. Ja. En dan komt er ongeveer 60 ton van een hectare af. Dus 9 keer 60, hier gaat zo'n beetje 550 ton. 550 ton? Ja, en op de andere aardappelen. Ja, en op de andere boerderijen hebben we dan echt een grotere schuur, daar zit 1100 ton. Dat zijn toch. Als ik dat zo kijk. En allemaal voor friet. Dit is allemaal voor friet. En de aardappels die maandag en dinsdag weggegaan zijn, werd friet van gedraaid en export Australië. Australië, naar de andere kant van de wereld. Ja. Dus. Precies de andere kant van de wereld. En met het schip? Ja, dat gaat containers. Koelcontainers. Die koelcontainers gaan toch heen en weer met vlees en frietdruk of wat dan ook. Dat is een wereldproduct. Ja. Wat levert zo'n kilo aardappel op? Ongeveer? Dat is ongeveer op het moment 14 cent. 14 cent. En in de winkel weet je wel hoe duur ze liggen, over de euro. En dat is een hele scheve verhouding in Nederland. Ik heb laatst in Den Haag friet gegeten, dat was een speciale plek. Echt, de koren, je had moeten zien hoe ze dat gedaan. Ik betaalde voor een bakje friet met speciale mayonaise, ja. 5 euro. En ik denk dat, als je dit dan bij elkaar... Dat nergens op. Dat was het dan ongeveer. Ja. Ik zag jullie praktijkprogramma ook. Ja. Even bekijken. Ja. Een beetje over kleinschalige landbouw. Ja. Nou, wat wij bedoelen eigenlijk met de kleinschalige landbouw. We bedoelen dus niet 5000 dieren op één plek. Dat is eigenlijk de intentie. Ja, okay. Dus het is niet richting de akkerbouw. Nee. Ik snap dit. Qua akkerbouw heb je gelijk in. Hè, zo'n investering moet je ergens eruit halen. Ja. Wat wij bedoelen is van die intensieve veehouderij. Waar ze 2000, 3000, 4000 varkens of 5000 varkens op elkaar willen stoppen. Daar hebben we zoiets van, ja, is dat wel veilig, is dat wel goed? Maar het is niet bedoeld richting de akkerbouw. Dus goed dat we daar hierover hebben. Ja, en goed ja. dat u het gelezen heeft, want we gaan een nieuw verkiezingsprogramma maken. Ja. En ik kan dit meenemen. Nou. Nou, dit is niet alleen maar een tractor of een trekker. Dit is, als je kijkt wat er voor technologie er allemaal is. Dit is, je bent een operator, motor en de versnellingsbak zegt, de heer Lodders, die denken zelf na. Denken zelf na. Ja. Ja. Nou, bijzonder dat je zoveel grond nodig hebt om jezelf en je gezin te kunnen voeden. He, dat je zoveel machines nodig hebt. Om tegenwoordig overeind te kunnen blijven, om producten te kunnen leveren, zoals in dit geval aardappelen en andere producten. Ja. Even voor mijn inschatting. Nou, de aardappels heb je gezien. Wij telen verse knoflook, maar deze is eigenlijk te ver ingedroogd. Maar eigenlijk de knoflook zo met de groene stengel. Op. Ik denk dat jij die wel kent. Jazeker, mijn tuin heb ik die ook. Okay. Nou, suiker. Ja, suiker ook. Suikerbieten. Ja. We hebben altijd geteeld onder Stichting Veldleeuwerik. Ik weet niet of je dat wat zegt. Zelfs uit kent. Duurzaam ondernemen. We telen rode kool voor hak. Oké. Okay. Planet Proof ook. Ja. Met Planet Proof certificaat. We telen shallotte. Dit is echt. We telen paarse peen en we telen de gele peen. Nou, dit is een collega boer die doet wat meer wortelpeterselie, pastinaken.
Dat zijn twee aparte dingen, vind ik. De arbeidsmigranten en de gewone migranten. Tuurlijk. En er werd van de week een beetje van de kinderdiscussie door elkaar gehaald. Ja, maar kijk, politieke partijen maken daar gebruik en misbruik van. Kijk, uit onderzoek blijkt dat wij, willen we onze welvaart en arbeidsproces in Nederland overeind houden, hebben we 50.000 arbeidsmigranten van buiten naar Nederland nodig. Oké. Dat is gewoon onderzocht. Ja. Dat kunnen we goed vinden, niet goed vinden. De welvaartsniveau die we hebben, willen we onze pensioenen laten betalen, ja, willen wij gewoon leven zoals we nu willen leven, hebben we 50.000 man per jaar nodig. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Je kan zeggen, ja, ik wil ze niet. Dan kan je als politieke partij zoals PVV, VVD, CDA en een paar andere rechtse partijen wat stemmen binnenhalen. Naar het sentiment een beetje. Maar aan de andere kant wil die ondernemer, die wil ook zijn producten, ja, binnenhalen en kunnen verwerken en kunnen verkopen. Ja. Dus het is een dubbele discussie. En ik denk dat we in Nederland op een gegeven moment met een aantal objectieve onderzoekers heel het land moeten informeren van, jongens, of we het nou leuk vinden of niet, we hebben zoveel mensen per jaar van buiten nodig. Ja. En ook al vinden jullie dat niet leuk, maar willen wij onze pensioenen betalen, willen wij onze welvaart, willen wij het leven zoals we nu leven, hebben we dat gewoon nodig. Dat is het eerlijke verhaal. Dat is het eerlijke verhaal, ja. Ja, kijk, zonder die mensen. Kijk, ik heb laatst gezegd tegen iemand van, hou je van kip? Ja, lekker, zegt hij. Ik zeg, ben je wel eens een kippenslachterij geweest? Nee, zegt hij. Ik zeg, ik wel. Ik heb daar 2 Hollanders gezien en 300 Polen. Ja, nee, maar zo is het. En snap je? En jij zegt tegen mij van, nou, ik wil die arbeidsmigranten niet. Ja, dan kun je morgen geen kip eten. Nee. Dank je wel, alsjeblieft. Kun je ons ook even aankijken? Dat mag smaken. Ja, dat mag smaken.